Yo mensen, mijn kanaal tof, je kijkt naar een gloednieuwe Far Cry 5 video. En we zijn gisteren aangekomen op deze locatie. En ik ben benieuwd. Ja, vijanden, dat dacht ik al. Maar ja, die gaan we vaker deze game... Oh. Hoe ga ik eruit? Oh zo. Maar die gaan we vaker deze game tegenkomen, dus... Dus daar moeten we maar aan wennen. Kut. Oh, oh, jeetje, doe even normaal man, gek. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Gekke mannen hier ook. En vrouwen. Ze zijn door Jozef Ziet ook helemaal gehersenspoeld. Huh? Is hij de drugskoning of zo? Hebben we nou een missie gehaald? Daar zit jij, hè? Heeft nog overleefd? Ja, daar. Jij dood. Jij mag rook aan. Wegwezen. Dat was ik al bang voor. Oh, mis. Maar mij schiet die raak. Oh, jongen toch. Dan kunnen we gewoon even wachten en dan krijgen we vanzelf healing. Weet je wat ik doe? Verwachten ze toch niet. Ik ga gewoon weer lekker omhoog. Hey, maar we hebben hem wel, hè?
He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For I know the plans that I have made for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I don't claim to know God's plans, but I know a good thing when I see it. Getting quite a reputation, deputy. You're the first good thing to happen to this valley in a long time. A little help. Are you trying to break your neck? It just seemed like a good idea at the time. Yeah. Thanks. Shit. It's you. Sorry, didn't realize. All you've done, might as well add Mover to the list, huh? Thought that Eden's Gate confiscated all of this. How kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town, it's been through a lot, deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. Pastor and I can only do so much. If you could see about lending a hand, be sure to return the favor. What do you say? Ooh. Barry will get you squared away. When you get the chance, come by the church. I'll be there. Nou, we hebben een lekker stukje overgenomen. Dan gaan we eerst naar hem toe, denk ik. Ja, want hij zou in de kerk zijn. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Good timing, deputy. Can't tell you how good it feels to be back in Fall's End. I'm glad you're looking to do more here. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Dat is waar. We gaan hem gewoon trekken. En dan gaan we erheen. Wel ver weg hoor. Kunnen we deze auto even lenen? Ah, dat mag gewoon. Zo. Even die radio uit, want daar is partij copyright. En volgens mij krijg ik dat al met de muziek wat in de game zelf zit. Is er ook niet iets van skill points of zo? Oké, dit hebben we gecomplete. Dit zijn de story missies. Oh, en hun kunnen ons allemaal gaan
Hurk. Een cheeseburger. Boomer. Nick Rai. Grace Armstrong. Oké, interessant. Hij heeft mij niet gezien of viel ook niet op hoe ik langzaam ging. Man. Ja, ik ga het niet overleven. Oh shit, hecht. Eruit. Dat gaat lastig. Ik heb alleen een handpistool en een rocket launcher bij. Maar ook werpmessen. Dus misschien... We zijn nog niet. Tering. Eentje gesneuveld. Daar kan er mee. Ja, liever niet natuurlijk, maar. Arme vrouw. Gewoon mijn rocket launcher erop geblazen, joh. Gek. Wat zijn die anderen? At your service. Een briefje. Een goodbye note. Dat is niet goed. Een vislocatie. Nou, dat is veel te ver weg. Waar zijn de rest? Oh, hier zit er ook nog een. Kunnen we hier iets looten toevallig? Nee. Geen granaat gooien. Waren ze dat? Denk het wel.
Als even de raam uit mijn beeld. Nou, dankjewel, jongeman. Just say yes. Nou, we gaan met het apparaat. Ik hate listening to Zip's conspiracy theories. But if it means we get access to his cache of explosives, then he can run his mouth all he wants. He should be at his ranch. Zip. Kupka. Oké. Dat klopt, en ik ben waarschijnlijk degene die alles verpest voor hun. Hey. Waar lopen ze dan? Oké, hostetjes redden. 2 van de 14 totaal. En hoe meer we er redden, hoe meer hulp we uiteindelijk op een gegeven moment hebben. Hallo jongeman. You've seen the truth. Ah, fellow seeker of justice. Yeah, I know who you are. You're that deputy that's been stirring the Peggy's globalist pot. Everything about this cult stinks, and you know I'm right. Say it at the same time as me. Go. We are slaves to the government. Gurion. Mind control. That's right, partner. It's been their plan all along. You know it, I know it. And you want to know how they're doing it? It's the food. Well, not anymore. You and me are gonna fuck the government sideways. Name Zip Kupka. I'll explain on the way. Come on. Get in. I'll drive. Follow Zip. Wat huppelt hij, schattig. Like the cult says, that's a demonically driven government ploy of a scare tactic to pull our attention away from what's really happening. This place is ground zero for government fuckery. Baby farms, chemtrails, wither manipulation, pesticides, genetically modified this, that, and the other. I did some digging around the stockyard of these, a barrel's full of that brain melting stuff. You know what I'm talking about. Ik hem chillen dan. Chemicals of conformity. And what we need to do is destroy the tools that are indoctrinating us. Ik denk dat deze serie zo zwaar hard gecopyright wordt.
met al die muziek. That's right, deputy. I'm talking euthanization. It's the only way to make sure you get them all. Hij mag wel even wat sneller lopen. Want nou ren ik. Kunnen wij een boompje slaan? Dat die breekt, zeg maar. Oh, we kunnen erheen kijken. Wij, huh? There they are, Kemp. Oh, sweet little angels. It's for the best. Get my back. Enemies! My Alvin! First babe I ever held! Hij moet dood. En weer terug de bosjes in. Nee, hé, mijn kameraad. Nou shit, nou ga ik dood. Hey, zo even, hij heeft mijn back. Lekker man. Waar zijn die animals dan? Hey Zip, koffer Zip, wel je planten, oké. Zeker weer een auto met vijanden. Maar is gewoon een toerist tank of zo. Wat doet hij? Any demons come back here, they'll be blown sky high. These should do it. How am I all in one piece? Hij gaat hem ontploffen of? They can forget harming innocent, defenseless animals. Never again. Here they come. Wait. What? No. No! They're bringing in cows. Ryan? Davey? Ryan? Oh, put. Davey? Cena? No! Don't come in here. This wasn't supposed to happen. You bastards. Look what you made me do. Run, cow, run. I'm gonna burn you, animal. Wat gebeurt er hier nou weer dan? Arme koeien weer, hè? Toch bezig zijn. Why, even met hem praten. Why? These creatures deserve better than this. The poor animals that died here today paid the ultimate price for our liberty. They are heroes and patriots. We will honor their sacrifice. Because history tells us that every great victory begins with tragedy.
That's right. It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation. Yeah! You thought it was closed. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those demons are always talking about a collapse. Let's give them one. Take these thermite charges. They have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby. Woo! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring. You saw what just happened. That shit was real fucked up. Dat is een gekke man, weet ik nou wel. Er zijn 1, 2, 3, 4 missies. Hoe ver zijn we nou eigenlijk bij hem? Oeh, bijna het tweede bolletje. Ja, hier nog helemaal niks, want die zijn we nog helemaal niet geweest. En hier ook niet. Ik denk dat we een beetje... dat we per regio gaan. Oh, dit is van Jozef. Nou goed, volgende aflevering gaan we een van deze missies doen, of meerdere, het ligt aan hoe lang het duurt. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken, ik zie jullie bij de volgende video. Like en abonneer mijn kanaal en dan zeg ik nog maar één ding en dat is, houdoe.